Evert, dag 10, nog 19 te gaan. Hoe is het met de vermoeidheid? Uh, niet goed. Ik ben niet geboren om een daily talkshow op mij te nemen. Uh, <laughs> dat lichaam... was uw idee. Ja, 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 ik heb nu heel veel respect gekregen voor Karel van Nieuwkerken, want mijn lichaam voelt alsof er een trein is overgereden. En er zijn dat misschien ook afkiksverschijnselen van de... het wegvallen van de 11 uur match? Kijk, daar zit je op de waarheid. Ik mis het. Ik mis het gevoel. Ik, ik stond graag vroeg op, met zo, mijn smaakpapillen trilden van er komen vier lekkere wedstrijden aan. Uh, ik mis het. Ja, Jannick Bolassi was het met mij me eens, die tweette het ook. Het WK is eigenlijk voorbij, nu de ochtendwedstrijd is weggevallen. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Oké. Okay. We zitten met twee gasten die het zo leuk vonden als ze per se nog eens zouden terugkomen. De ene heeft een knappe vriendin, de andere is een goede acteur. Welkom, Wart Kermans en Karel Dirksens. <plossens working> <God, God>, <ushima> grote tv heb Babyje plaatjes. Ik zie hem! Wat! Dat is er wel doen, dan! Ja, 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 ja. Perfect! Het was dan! Karel, krijg je misschien nog eens een herkansing om je welkom te heten, want ik vind het fantastisch dat je hier terug bent. Oh, dankjewel. Ik ben ook heel blij dat ik hier terug ben. Okay. In je vorige passage heb je gezegd dat je denkt dat België wereldkampioen kan worden. Beloof je dat nog? Ik moet. Ja, ja. Maar ja, ik geloof het nog. Oké. Okay. <laughs> uh, wacht, we hebben nu de vorige keer misschien iets te veel gezet als vriend van Danira. Onze excuses daarvoor ook. Het is de aflevering van de verontschuldigingen precies al. Uh, je bent naast voetbaldier ook acteur. Uh -huh. Waar gaan de mensen nu al gezien hebben? Uh, grond en Billy Verzebemen denk ik dat de meest recente dingen waren. Waar mijn aandeel groot in was. Uh, en ik ben nu ook voor, uh, voor, voor SBS uh, een reeks aan het draaien. Alter Ego. Wanneer het op tv komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, er is nu een soort van WK-stop. Een beetje toevallig. Je neemt niet op tijdens het WK? Nee, ja, er is een break. En dat komt toevallig goed uit voor mij, want dat is tijdens het WK. Heb dan... je dat geregeld of niet? Da, da, ja, <laughs> <laughs> ik heb dat geëist. <clears throat> uh, welke club doet na Manchester United uw hart nog sneller slaan? Maliwa natuurlijk. Maliwa. Er is maar één club. Maliwa. Maliwa. <laughs> nee, sorry. sorry, ik kan dat niet laten. Sorry, ik kan dat uh, niet laten. Voilà, maar we doen. hebben eigenlijk twee Malibwa mannen en twee Paarse mannen bij elkaar. Ja, Ook al is er maar. een andere Paarse club. Kom maar, <laughs> Heb aan Je hebt trouwens ruzie gemaakt met Danira tijdens België-Marokko. Ruzie is een groot woord. Maar ja, Marokko is gewonnen. Zij is de Marokkaanse vader. Uh, is ze zij... fervent Marokko supporter? Ik dan? vond toch uh, dat, het, uh, S s dat toch... ze het zware supporteren was. S'avonds toch zwijgend gegeten dan? Niet samen gegeten. Nee. <laughs> ik heb zij al niet meer gezien. Zien. <laughs> nee hoor. Maar is het echt dan fanatiek tegen elkaar? Of? Nee, je nee, nee, nee. Wel? jij kunt niet rustig nee, supporteren. Nee, 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 ik kan niet rustig supporteren, maar ik, heb, ik bouw mijn rust, want ik weet dat wij Kroatië gaan pakken. Oké, okay, heel mooi. Uh, Karel, mensen weten dat misschien niet, maar je hebt meegewerkt aan de Play sports reeks Mathematisch kan het nog, ja. over de magere jaren van de Rode Duivels. Komen die er terug aan, denkt je? Ik moet zeggen, toen ik die eerste twee wedstrijden keek, dacht ik toch even van wel. Ja. Ja, dat was, wat er uit die reeks kwam, was dat we elke match als underdog begonnen. En dat dat altijd zo een teleurstelling was op het einde. Ja, dat had ik bij die eerste twee, had ik dat gevoel ook. Okay. Geen kansen bij je spelen. En dan hopen dat zo'n invaller het gaat doen, net zoals in mathematisch kan het nog. Toen heetten die invallers uh, Stijn Huizegums en uh, <laughs> Jonathan Wallace. Ah, nee, ja, ja, dat was niet Ik hoorde Courtois wel bij Ruben van Gucht zeggen dat hij wel nog hoopt het volgende WK ook nog mee te doen. Natuurlijk. Ah, Hoe oud is hij? 29? Maar hij is nog jong, hè? ik ja. denk dat hij 30 is. is ja, maar ik was wel meteen aan het denken. Meedoen, ik dacht wel meteen van ja, wie gaat er eigenlijk allemaal stoppen na dit WK? Wat verwachten we? Ah, ik denk drie, sorry, Jan. Wie? Dries. Dries en Jan. Ja. Kan. En wie het Voor de nationale ploeg. Hazard ja. ook? Nee, dat ja. hij toch ook gaat zeggen. Dit nieuws is genoeg. Kortwijzer, 30, trouwens. Ja, volak Ik denk dat Jan wel nog doorgaat, zolang hij nog caps kan verzamelen. Die is recordhouder. En De Bruyne is ook ja, nog maar 31, maar. hè? Jan, ja. als, als je naar een andere rol pivoteert. Hè, Jan Vertongen bijvoorbeeld. Ik denk als hij meer ja, voor het groepsgeheel. Voor het ge Gelijk Dani Alves bij Brazilië, dan kan het nog. Maar absolute basis na die 2K denk ik wel niet meer. Ja, hij gaat er niet rapper op worden, he, dus dat gaat blijven, gedoezen. Hm, zwaar. Even vandaag twee matchen tegelijk. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, wij hebben een, een, een klein tv'tje naast onze gigantische tv gezet. En een of andere slimme kids die hier bij SBS werkt, heeft ervoor gezorgd dat wij dus. Twee decoders eigenlijk tegelijk konden besturen. Het probleem was dat we maar één kastje hadden. Dus als we zapten, dan zapten de twee TV's. <laughs> als we het geluid veranderden, veranderden we het geluid van de twee TV's. Dat was echt super ingewikkeld. Maar het is ons gelukt om twee matchen tegelijk te kijken. Ik vond dat wel super moeilijk. We hebben nu twee TV-schermen, maar welke match gaan we op de grote zitten en welke match op de kleine? Ik zou op de grote, de spannendste match, Senegal-Eco, doen. Iedereen. Dus Iran-VS straks? Ook op het grootschal? Ja, Iran-VS sowieso. En Wales-Engeland wordt ja. ook wel een beta. Hè? Ja, daarom mm. ja, ja, ik wel Wales-Engeland. Maar ik gewoon een Iran-fetichet. Ja. Ecuador-Senegal en Iran-VS. Ja, ik denk de geen ja, de mensen die spelers. Ja. Wordt goed. Okay. Ja, okay. Top, beslist. Ja, oh, we, we waren er wel snel uit. Ja, maar we maakten wel een andere keuze dan Sporza. bijvoorbeeld. Die uh, kozen voor Nederland-Qatar als hoofdwedstrijd, terwijl wij senegal ecuador wilden. Dus ja, er is overal discussie over wanneer de, de match is. Er is wel trouwens veel respect voor u, Evert, heb ik door. Ik heb vanmorgen de tribune beluisterd. Die hebben ook een dagelijkse podcast. En daarin zei Stef Wijnands uh, dit letterlijk. Welke voetballiefhebber in België kan dat aan? Vier matchen per dag volgen. Evert Winkeldans? Ja, okay. ja, <laughs> het was een vraag, er is een antwoord op. In zelfs tijdens een weekenddag van de Pro League vier matchen. Volgt. <laughs> ik weet niet wie het gezegd heeft, maar die, die onderschat de voetballiefhebbers, denk ik. Want uh, ik ben niet alleen, ik denk dat de Wart er ook zo'n is. Op Twitter zitten er ook zeker een stuk of honderd. Dus... Dan is het een onbedoeld compliment voor al die voetballiefhebbers die het wel kunnen. Ja. Ja. Misschien was het wel aan u gericht. Ja, waarom? Dank u, de tribune. Voilà. voilà. Dennis, we moeten wel een rechtszetting doen over gisteren. Uh, ja, het ging het over het woord. Gedacht is mamada. Niet enkel bloot. Nee, het <laughs> blijkbaar niet. Het betekent blijkbaar ook dwaze actie. Dus dank u, uh, Axel Stas, die uh, ons, daarop, uh, ons daarop wees. En wat ook de ronde doet, is um, dat uh, Canelo, de, de bokser, de wereldkampioen, die blijkbaar Messi op zijn gezicht wil slaan, deze foto gezien zou hebben. Een fake foto, um, die Messi niet zelf ge, gepost heeft natuurlijk. En dat het niet over het filmpje zou gaan, maar wel over dit beeld, waardoor hij zo is beginnen flippen. Maar Aguero heeft er trouwens ook nog op gereageerd. Dus het is nog wel aan de gang. Dus het gaat nog tof worden daar. Het is wel slim van u, zo wat fake news, om dan de volgende keer het terecht te zetten. Het is 2022. Okay. Vind ik eigen fake nieuws gewoon. Fake nieuws hoort erbij. Kijk, Voilà. perfect. Uh, jongens, we hebben vandaag Iran VS gezien. Alleen net eigenlijk. Wat moeten we ervan onthouden? Dat de VS in de eerste helft heel goed was. Ja. En dat Wart Kermans gek genoeg uh, een Iran-supporter is. Ja. <laughs> dat heb ik daarvan onthouden? Ja. ja waarom waart je zo van Want Iran? Het is ook een beetje omdat um, ik like, meedoe aan een toto. Dus het heeft ook um, met mijn gokverslaving te zeg maken. Maar. Uh. Hey, hebben we daar beelden van? Dit is extreem fanatiek. Oh sorry mama. Ja. Ja. Wat denk je Kijk nu. Ah, klein. Nog minuut, nog één minuut. Gooi je gaan? Oh, dat is voor de gookieper. ja. Ja. Ja, dat heeft dus alles te maken met een competitie onder vrienden. Ja, maar ook gewoon die, die mensen maken veel mee daar. Ik heb toch wel wat sympathie voor Iran, voor die spelers wat die allemaal meemaken. En je wilt toch niet de Yankees dat die verkomen in het toernooi. Die, die, die noemen voetbal soccer. En Man United menu. En ja, wat die dingen. Uh, eerst helft, zoals Karel al zei, eerst helft goed. En dan wou ik wel dat ze door. Ja, dat middenveld is wel. Uh, dat is de toekomst dat is aan. wel, denk ik. Als je die in Adams en die Moussa bekijkt, jongens, jongens. jongens. Maar ook en dat was eigenlijk ook. Dat vond ik de minst opvallende. En die speelt eigenlijk het hoogst. Maar wat mij vooral opviel waren die twee backs. Robinson en Dest. Ja. De is dat Dest echt een goede aan het nieuwe ja, ja. ja, ja. De die eerste Robins. helft waren dat vleugelaanvallers. Die mm -hmm. creëerden alles van op die twee kanten. Dus dat, ik vind wel, maar dat ze zakken zo ver best. weg. Ja. Ze zakken ver weg in de tweede helft. En dan is de vraag: is, is de tank leeg? Want als je dat tegen Nederland doet in de volgende fase. En Van Gaal weet dat, Die zegt: laat ze maar komen in de eerste helft, laat ze maar razen. We spelen op 0-0 en dan in de tweede helft gaan wij erover. Maar dan er kwam het kwam toch bijna nemen. niet anders dan dat de tank leeg was. Ik denk het wel, ja. Zo dynamisch, zo energiek in de eerste helft. Ah, ja, want 1-1 was, dan lagen ze eruit. Hè? Hm. Dus. Of de stress van het doorgaan. Hè, dat kan ook. Ja. 1-0 voor, weten, ene goal tegen en het is gedaan. Dat kan een ploeg al verlammen. Hè. Ja, je hm. zag het wel in die laatste vijf minuten, wat daar nog allemaal gebeurde. Uh, denk ik toch dat het de stress was, want je gaat mij niet zeggen dat die spelers van Iran, waar dat er nog veel waren die in de Iranese of Iraanse competitie speelden, dat die fitter zijn dan die Amerikanen. Die hebben toch ook krampen en zo. Ja, maar die, wil... die gaan op adrenaline en op. Nee, ja. En die wilde Stuipkart. naar huis, Evert, die wilde niet naar huis. Hè? Nee, maar daar heb, ik, daar heb ik nog wel nieuws over. Want Reza, de spits van STVV, die uit de selectie is gezet eigenlijk, door, omdat hij zo kritisch is voor het regime, die was de gast bij NOS. Mm -hmm. En die heeft wel degelijk gezegd dat er bedreigingen zijn geweest Tuurlijk. bij de familieleden in Iran, dat ze folteringen konden krijgen of zelfstraffen als ze, als hun, de spelers gingen blijven protesteren. En ook het regime, daar zijn agenten van in het spelershotel in Doha binnengeweest om even de levite te lezen aan de spelers. Dat gaat wel zeer, zeer En er ver. waren ook heel veel supporters, vooral vrouwelijke supporters, die blijkbaar gezegd hadden in de stadions in Qatar dat er mensen zaten met verrekijkers en dat ze schrik hadden dat het de geheime politie van Iran was die hen daar kwam controleren om dan, als ze terugkwamen, gevangen te nemen. Ja, vond ik het... Moeten we dan niet blij zijn dat ze eruit liggen? Ja, maar ik vond het dan wel heel knap dat ze. Dat ze hey, wat, nu moeten die mannen naar huis. Ik weet ja. niet hoe erg. Ja, maar ze ja, vochten kan. wel keihard voor hun land. Dus dat is een schizofreen iets. Want allee, Taremi bijvoorbeeld, in de allerlaatste seconde wou daar nog een penalty. Ze vlogen met twintig op de scheidsrechter. Ja, maar wacht, die in de allerlaatste seconde was wel zeer duidelijk. Nee. Ja, maar ja, toont, de minuut daarvoor. Ja. Toont, het toont wel nog altijd die passie die zij voor Iran hebben. Daarmee is het zo raar dat het regime zo hard tegen die spelers is. Maar kunnen we wel even iets zeggen over Rezaian? De mens die zo hard begon te gillen dat we dachten: het, was, het leek op die gil van Ik had het van, een van been over, was, het was. Dat was hier ja. van euzen bij, bij Standaard, Waarbij die zijn knie helemaal Waarbij had, het wel, het geval, waar was. Het, wel ja. het geval was. Als je zo schreeuwt en tien seconden later of vijftien seconden later sta je recht, drie matjes schorsen. Ja. Kom. dit of is toch. Is, of hij is verschoten, je weet dat niet. Ik, 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 ja, ik, ik snap het. Je hij misschien... wel een fan zeggen. <laughs> nee, 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 nee. nee. Ja, maar die gasten hebben natuurlijk hun Iran, is daar regime niet. Hè. Ik ken ook vrienden die gevlucht zijn uit Iran, die nu in Nederland wonen, die, die, die heel veel kritiek hebben op Iran, maar die als Iran speelt. Vertegenwoordigt dat ook hun Iran, waar hun mama ja, woont. Nee. En zeg was... iets anders, vond jullie het niet raar dat er niet naar de VAR werd gegaan met die penaltyfase? Die laatste. Ja, ja. vertrekken bij Taremi. Oké, okay, het was. Ja. We nou, zien, maar... zien één beeld en we zeggen allemaal meteen geen penalty. Dus nee. ik denk dat de VAR gewoon zegt, geen discussie, ja. geen penalty. Ja, ja zo, dat, je kunt toch nooit ja. weten hoeveel druk dat hij erop zet. We als... Ja, wel. hij legt. Kun je zo met een gestrekte arm iemand. Ja. Vol naar duwen. Als je op het juiste moment de hand ligt, dat je net je schouder achteruit valt, dan kan het wel zijn dat je daardoor niet kunt scoren, hè? Maar hij ging ook al met zijn voeten plat liggen. Hij gleed. Hem. Ja, dat ja. was, dat was, t was, t was wel, want dat was wel de kans. En ja, we gaan al. Iran vooral missen om deze reden, hè? <laughs> Ik weet dat ja, we, we gaan dit niet meer kunnen laten horen. Iran, Iran. Echt topschijf. Van mij mogen ze gewoon meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Hè? Als Australië mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival, dan hier dan ook. Ik zeg wel, we hebben USA misschien wel te weinig benoemd. Ik denk wel, over vier jaar is het WK bij hun. Als ze nog vier goede verdedigers kunnen kweken. Dan hebben ze wel een goede ploeg. Ja, maar ja, ze zijn er veel landen. Hè? Ja. Als we nog drie goede spitsen kunnen kweken, dan hebben we een goede ploeg. Hè? Ja. Niet gemakkelijk, hè? Maar die hebben, de, die hebben de zoon van George Weah, hè? Ja, ik had hier net staan. Jij werd fan van George Weah. Vroeger. Oh, fantastisch vroeger zo. Ja, ja, van, was de was hij het, ja van de oude. Was hij hetzelfde type als zijn zoon nu? Ik moet eerlijk zeggen, ik was tien jaar. Ik weet niet wat voor type dat was, maar dat was wel zo. <laughs> dat was zo, George Weah. Die won de Gouden Bal. Dat was de spits van AC Milan, de ploeg van dat moment ja en van Liberia ik ben toen nog gewoon opzoeken waar dat Liberia lag omdat ik fan was van Joshua zijn er veel uh, gouden balwinnaars uit Afrika ik ben enigste misschien wel enige denk ik de ah. enige gouden balwinnaar uit Afrika nee denk was het, het. was een geweldige spits die maakte goals ah. dat hij van op de eigen helft bijna vertrok hè. die had een soort snelheid en kracht ja en een hele grote dat kan ik me nog herinneren een soort slangenmens met heel lange maar benen Timothy heeft daar wel ook dat gabarie hè moet die zeggen uh. ja. Timothy Wea. George vader... Wea zegt zelf uh, in een tweet uh, zijn achternaam erbij. <laughs> ja, dus... Congratulations to my son, Timothy Wea. <laughs> dus Timothy Wea heeft hetzelfde gabarit als zijn vader, vind ik. Dat valt wel op. Maar Was, hij niet mee, was George Wea niet meer een, een, een negen en is hij niet meer een, een winger? Ja, dat is waar. Nu nog, misschien verandert dat nog met ouderen. Hij is wel echt goed. Timothy ja, Wea. Echt cool. echt hij, ja. hij slaagt precies een stapje net over om dan te trappen. Op, ja, want die goal werd het afgekeurd. Het was fantastisch afgewerkt. Hè? Absoluut. Van Gaal gaat nu snel... toch Malassia moeten zitten? En niet blind tegen Wea? Want dan is het. De... Daar gaan we het zelfs zeker over hebben. Maar dat okay. stond eerst nog een, andere, een tweede hate game op het programma. Uh, Engeland-Wales. Uh -huh. Hebben jullie die wedstrijd wat kunnen volgen? Nee. Moeilijk, hè? Supermoeilijk. GT Grote TV, daar ze de. En naast uw oor is te brullen voor Iran, Iran, Iran. <laughs> en ondertussen, terwijl hij voor Iran ontbrullen is, zegt hij ook nog: Rashford, Rashford. Ja, 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 ik heb alles gezien. Exact exact. Ik heb alles gezien. Dus die zag alles. Dus ik was ontkaat, Iran. En ineens Rashford, Rashford, Dat je denkt van Iran, is toch om te spelen. Ah ja, nee, op die kleine tv is er ook nog iets. Alles had hem gezien. Ik ga nu alles van speelde. de kleine tv aanzetten. Ja, maar nu hadden we soms het geluid van beide matchen en dat was de hel. Ja, dat was niet leuk. En alleen, jij kijkt toch alleen maar naar de Engelsen om voor Rashford te supporteren, want jij wou dat Wales won. Ja, ik ben niet voor Engeland. Ik, uh, dat is zelfs een beetje anti. Ik ben voor de Republic of Manchester. <laughs> ja, maar die doen niet mee, hè? Nee, voilà, dat zijn allemaal Ierse migranten, die zijn niet voor de koning, dus wij, ik supporter dan ook niet voor Engeland. Maar natuurlijk volg ik de Manchester Boys, hè. Gilberto, Maguire, De Waal. Gilberto! Gilberto <laughs> gedaan slechts een Goed hè? Rashford uh, wordt uh, topschutter. Hoeveel heeft hij dan nu drie? Drie. Als invaller. Hè? Allee, vandaag heeft hij hem gestart. Hey, tien ja. golen gemaakt in de groepsfase. Hè? Ik vind dat wel ja, ja? indrukwekkend. Ja, ja Wales, een minder Iran. En eigenlijk ook maar gelijk tegen. het al vergeten. Ja, en, en dat was de laatste Amerika, groep hè? tegen Amerika. Maar wel, ze hebben tien golen gemaakt. Hè? Ja, als ja, straf. Maar... Dan... Ja, die zes tegen Iran, hè? Ja, ja oké, okay, maar ook wel afgedwongen met fysiek nee, nee, nee. en snelheid. En dat is het ook. Vandaag starten dan Foden en Rashford. En ze brachten nog Trent en Kelvin Phillips in, die eigenlijk nog niet gespeeld hadden. Ja, dan heb je oh, een waanzinnige wilde. Echt? Ja. Uh, Rashford is de eerste Man United-speler die drie goals maakt op een groot toernooi voor Engeland sinds Bobby Charlton op het WK 1966. Echt? Ja. Marcus. Dat is ploegliefde. Hè? Die houden ja. zich allemaal in hè, tijdens zo'n uh, toernooi. Uh, over Man United gesproken trouwens. We hebben nu twee volledige speeldagen gehad. Speel, uh, drie speeldagen in twee groepen. Um, welke drie spelers zou jij bij Man United willen zien die al op zien passeren? Moeilijk. Als je er drie mag kiezen van iedereen, hele toernooi, wie moet Man United kopen? Kijk, <laughs> Ibi Saka van Arsenal. Dat springen we er nog over. Worden we kampioen. Uh, staat nog een ploeg. Hè. Dan is uw geld al op. Ah ja, ja, maar het is een beetje fantasy-wise. Mag... Of moet het realistisch nee, zijn? Nee, nee ja. Saka. Oké, okay, Saka. Haal... Nou, niet echt haalbaar, maar dat is één. Dan ga ik toch voor Enzo Fernandez. Oeh ja. Mooi. Begrijp ik. Ja, weet je, ja. start nog niet bij Argentinië, zit nog niet heel de Ook wereld de, achter. Oog op de uh, toekomst. Wel. Ja, oog op de toekomst. En dan ben ik aan het twijfelen tussen Gakpo, maar we hebben best al veel aanvallers. En anders ga ik voor Adams. De een zes. beetje Piet op het middenveld. He? Fretje mag dan weg. En hij speelt bij Leeds. Die hebben toen een hak zetten op de transfermarkt. Altijd goed meegenomen. En geen hem billig? <laughs> Kevin de Bruyne mag nog steeds naar United komen. Dat hebben we al geprobeerd. We hebben al geprobeerd. Dat ik vind het wel straf dat je niet Gakpo kiest. Ik heb Gakpo vernoemd, maar ik denk als ik dat nu de ploeg zie wat dat we van doen hebben. Ah ja, Ronaldo is weg. Alleen Gakpo dan ook. Vier. <laughs> Moeten we het hebben over Gakpo? Ja. Hij scoorde weer. Hè? Ja, ja. De eerste speler ooit in zijn drie eerste WK-wedstrijden scoort. Het gekke daar ja, is. Een goede goal, hè? Ja. Goeie goal, maar ik, allee, ik vond hem precies wel minder. Al heb die wedstrijd niet heel goed kunnen volgen. Maar... Ja, maar Nederland. Buiten de goal ah, weg. Ik dacht echt over de goal had dat je die Nee, een... nee, nee. De ja, goal was fenomenaal. Ja, en dat, maar ja het is een spits. Wat moet je doen? Goalen ja. maken, hè? Ja. Bij door was het ook. Hè. Toen scoorde hij meteen, denk ik, in de eerste vijf minuten. En was het daarna ook minder. Maar hij scoort dus met de kop, met links. En met rechts. hem op? Ja, dat is toch onwaarschijnlijk. Wat een koelbloedigheid cool heeft die gast in zich. Heeft alles. Die zijn een prijs. Hey, want uh, ik denk, was het niet John de Jong, de technisch directeur van PSV? Die is eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Die is door ontslagen bijna. Omdat hij Gakpo ja. niet heeft verkocht tijdens de zomer en PSV wou financiële <laughs> middelen. Maar nu is die gast, ik weet niet, uh, drie dubbel waard misschien wel. Dus eigenlijk moeten ze die nog een bloemetje geven en misschien zelfs iets meer dan een bloemetje. Nee, het is allemaal dankzij Louis van Gaal. Hij heeft hem gezegd op de persconferentie na de match. Ah ja. Ja. Hijzelf. hij heeft hem centraal gezet. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat Cody Gakpo begint te scoren. King Louis. Ja. King Louis. zet. Hebben wij niet zo'n type nodig? Zeker. Mannen die goalen maken ik wij wel gebruiken. technisch neus voor goals. Lukaku? Nee. Ik vind niet zo'n type. Ja, is beter. Lukaku is beter. Kom. Uh, ander type en beter, maar alhoewel, ja, zelfs beter. Dat moeten we toch nog zien. Nee, maar dan moeten we toch blijven volhouden. We gaan toch <laughs> zeggen dat Gakpo beter is dan Lukaku. Ik had, 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 uh, had genoteerd, Charles de Ketelaere komt misschien van stijl het meest in de buurt. Dat is ook nog ja. grote met goede voeten. Ja. Maar dan, dan tellen de cijfers, hè, Sam. Ja. Nee, 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 oké. Okay. Ja. Gakpo zijn cijfers, minder Charles. Op dit moment. Ja, maar Charles speelt in Serie A en de ander speelt uh, tegen Fortuna Sittard. No, ja, hè, maar ook in de Belgische <laughs> competitie. Hè. Gakpo heeft nu de cijfers in de Eredivisie zijn ook fenomenaal. Oké. Okay. Maar, ik denk dat je moeilijker scoort in de Jupiler Pro League dan in de Eredivisie. Ja, maar nu maak je me wel drie op twee kaarten. En nu hebben we hebben al heel veel mensen zien komen van de Eredivisie naar de Premier League, die, hè, de Memphis De Pikes van de wereld, die met, 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 met tranen in de ogen uh, de rivier, uh, terug af. Ja, maar dat, dat is wel de, de ontwikkeling die België zal moeten ondergaan. Gaan gasten, gelijk Charlotte de Ketelaere boven een gakpo eindigen bijvoorbeeld? Hè? Want die tweestrijd België-Nederland. Zijn we op dit moment aan het verliezen hè, als je naar het talent kijkt? Dus Absoluut. Ze gaan zich toch sneller moeten ontwikkelen. Er moet een beter artiste naam zijn de Charlotte Cody Gakpo. Ik ja. heb ja. de indruk dat hij over heel de wereld goed uitgesproken kan worden. Ja, dat is een <laughs> en Maar Nederland gaat het niet gemakkelijk hebben hè, in die volgende ronde. Die hebben niet overtuigd hè, tegen Qatar. Nee, ja, dat ik die ook niet goed. Dus... Maar dan moet VS aan de zuurstofles ja. de pauze, want anders gaan ze, gaat Nederland wel winnen. Ja. Maar ze dat. 60 minuten of 70 minuten kunnen volhouden. En gaan we Xavi Simons zien? Want Evert, jij was niet zo content met je CR7 in uw haar, die weddenschap. De heer Rood van Nistelrooy heel goed, die heeft dit online gezet. Als Xavi Simons vandaag tegen Qatar zijn debuut voor het Nederlands elftal niet maakt, door neer ik een halve euro per like en retweet aan Amnesty International. En wat is de tussenstand? Ik ga meteen even kijken, want dan moeten we natuurlijk aan hoeveel ze zitten. Op dit moment is het... Ze zitten aan. Um, 1484 retweets en 15.400 likes. Oeh. Dat gaat pijn doen met Dat gaat je rood, rood gaan mogen betalen. Nee. Dus, ja, uh, hij uh, gaat niet meer spelen nu. Ja, maar je verwacht tegen Qatar nee. dat je een technisch sterke elftal gaat opstellen om die op de korte ruimte kapot te spelen. En gezet Klaassen. Voilà. Die wel. De beelden die we gezien kregen, een goede match heeft gespeeld. Maar tegen Qatar. Je eindigt met weg, Horst Janssen, in de spits. <laughs> Tegen. ja, ik vind dat toch. Van Gaal doet het er precies om. Het... Ja, wat me wel opvalt, die praat wel veel met zijn assistenten. Van Gaal heel veel, dus het is niet alleen hij die zal beslissen Maar in Nederland is de sfeer dus ook niet zo geweldig rond de nationale ploegen. Die zijn heel kritisch, hè? Heel het, kritisch. Hè? Voor... Het... Kritisch wel, maar zeven op negen door Jakpo maakt drie golen. Dus is... wij voorlopig alleen maar van dromen. Al twee, drie toernooien er niet bij geweest hè, in Nederland? Zwaar. Dus nu is er wel. Uh, van Gaal uh, zei in de persconferentie we spelen tegen de kampioen van Afrika, de kampioen van Azië. <tog> Maar dat vind ik wel een zwak excuus. Ik zou graag willen ruilen van groep, eigenlijk. Jij ja. ja, niet? Ja, het probleem is dat ik nog. Allee, ik denk dat de meesten dan nog altijd wel denken. dat hij niet voluit is gegaan. En dat hij met de spelers uh, echt aan een plan bezig is. We hebben Nederland eigenlijk nog niet zien voetballen, denk ik, die 2K. We gaan dat pas zien in de volgende ronde. Van Gaal heeft het uh, in 2014 ook gedaan. Zachtjes begonnen en de ploeg pas laten vlammen wanneer het moest. Ja, en er is daarna uitgeflikkerd door Mexico toen. Ja, maar dat kan. Ja, ja, maar ja. Ik 15? vind altijd zo. Oh, af... De openingsmatch was 5-1 tegen Spanje. Ja. Rustig beginnen. Ja, inderdaad. Versie. Sorry, dat is een kennis van de guy. <laughs> bestekend op vermoeidheid. Ja. Ook, er, <laughs> alle, ik ging zeggen wie er ook niet goed uitzag, maar ik kan niet zeggen dat je er niet goed uitzag. <laughs> oh. dat, dat is uw. Ik wou fucking zeggen, maar ik heb nu toch gezegd dat. Dat is uw fucking schuld. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik vind dat weer raar. Maar goed. Uh, Frenkie De Jong, heb je het interview gezien na de match? Is, ja, die is... Je zag er lijkt bleek uit. Die is wel echt ziek. Ja. Ja, maar je zegt dat van wel... de airco is in de stadion. Ja, maar ik, echt? ik heb ja? dat op voorhand nog aan gedacht. Ik kan ook niet tegen airco in een auto. Ik zet er altijd uit. Dat je wordt er ziek van. En ik dacht ook: die gaan zweten en dan met die airco. dat is problemen. Maar ja, een, een valling. <laughs> ja, het is dat. Hij heeft wel last van zijn keel. Ja, hij ziet er bleek uit. Het is wel mottig denk ik. Ja. Ja, maar is ik altijd... ben niet bleek als ik een valling heb. Hè? Toch? <laughs> Allee, ik vraag dat nu. Ga ja, kunt dat nu weten? is <laughs> <Ja>, goed gesminkt. <laughs> uh, begrijpen waarom Deli Blind mocht blijven spelen en niet Malassia? Ik, ik heb een minuut gekregen. Dat, dat, dat het hedendaagse voetbal speelt zich toch ook af op de flank. Hè, met dynamische flanks, uh, uh, flankmiddenvelders. Die, 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 hè, de de Guardiola-voetbal die, die, die kunnen blijven lopen. En, ja, en Blind heeft een goede pas, heeft veel ervaring. Kan ook wel goed voetballen, maar lopen. Hè, is het ook ah, misschien heeft Martinez toch gelijk, hè? de ervaring nodig op het veld. Hè? Ja, maar als je inderdaad de profielen kijkt, die ze nu op de flank zetten. Hè? Praat je over Cancelo en zo. Ja, blind is dat niet, maar hij is duidelijk de protégé van heel die technische staf bij Nederland. die nog altijd geloven dat ze hem absoluut nodig hebben voor die voorwaartse pas ja. en die vroege voorzet. Wat hij wel ook gedaan heeft. En daar is ah, iets voor te, te zeggen: het. hij He? heeft dat gedaan ook. Ja, voilà. Maar hij is kwetsbaar in zijn rug. Dat is zeker. Maar daarop staan er drie vanachters nog achter hem. Was die een voorzitter op van Percy trouwens, niet van blind? Ja, 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 ja. En dat is prachtig natuurlijk. Ja, Dat is nu... acht jaar geleden, hè? Maar die zal toch nog wel kunnen zeggen? Ja, ja, maar... Timothy George Wea Jr. gaat in die achtste finale niet anders doen als die rug opzoeken, natuurlijk. Dus ik ben wel heel zeer benieuwd. Wie zou dat wel durven om dan ineens wel Malassia te zetten, hè? Dat zeker. Zou hij wel durven. Zeker. Hè? zeker. Ja, maar zijn vader, euh, zijn vader zit op de bank, dan niet blind. Ik had nog een grappig beeld. Infantino zat eerst dus bij Nederland-Qatar en dan daarna bij Ecuador-Senegal. Ze dus heeft in, tijdens de match van stadion gewisseld. Kan alleen in Qatar. Kan alleen in Qatar. En hoe ah. dat hij daar zit, ik vind het echt een kwal. Ik <laughs> <laughs> kan, 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 kan niet eens alleen je daar ziet, hè? We gaan met deze mooie boodschap naar een blokje reclame. <laughs>

Ook? Vandaag, de... Senegal, wie is die van Senegal? Jij kunt gewoon ingehuurd worden door elk land. <laughs> Jij zou perfect in Qatar passen. <laughs> uh, mail, info. <laughs> Evert, je had wel iets opvallends gezien aan de basiself van Senegal? Ja, ik was heel... Oh, Amai, ik slag met een micro kapot. En ik was heel blij om Iliman en op het veld te zien. Misschien de minst bekende in de basiself van Senegal, dat is de rechtsbuiten. Maar ik ken die eigenlijk al vier, vijf jaar. Okay. Ik volg een, een YouTube-account, Rising Ballers. Dat is eigenlijk een, een voetbalploegje opgericht door uh, Londenaars. om jong talent die niet zijn opgepikt door grote clubs kansen te geven. Dus echt mijn gasten die uit straatvoetbal en zo komen. En die komen. shot daarbij? Vier jaar geleden zat die NDI daarbij. En die is via de weg van de zondagklassen tot vijfde klasse is die opgepikt door Sheffield United. En vandaag startte die dus voor de allereerste keer op een WK. De documentaire is gemaakt eigenlijk. Je ja. Je maar filmen? ja, die gast heeft echt een fenomenaal verhaal. En zo zie je maar zo'n YouTube-account uh, in die grote steden. Want in Parijs heb je dat ook, in Amsterdam heb je dat ook van die ploegen met local boys. Heeft echt effect. Dus ik vind dat wel een zot verhaal. Ik vond dat heel knap. Ik ben, heel ik ben heel blij, blij hier. zo'n een Ja, dat is waar. Heel mooi. Hebben we hebben toch top Senegal terug. Senegal in 2002 met Fadiga en Mandela. Maar ik vond, en je je? ik vond het ook goed vandaag. Wat is? Ik vond het zo goed vandaag. Stevig. Ja, ze hadden meer moeten Hard. scoren eigenlijk. Ja, vond ik ook. En voor een Afrikaanse ploeg is dat toch echt een, een powerploeg? Ja, als je ziet, eh, Mandien de goal, maar dan centrale verdediging. Diallo, Koulibaly. Dat is, uh, heel Daar zijn er heel veel jaloers op hoor. Goeie atleten, ja. goede coach, grave coach. Hey, die coach uh, won een legende. Ja. Uh, ja. Ziek. Wel, even vermelden de goal van Ecuador. Uh, Caicedo, ex-Beerschot. We zijn er <laughs> toch een beetje bij. Ik kan het hier nog staan. Uh. <laughs> Geen probleem. Eén goede ja, dus match gespeeld een Beerschot uh, tegen je. hebt iets opgezocht over Aliou Cissé? Iets opgezocht, iets tegengekomen. Ja, want is hij is legend. Absoluut. Wat Absolut. die mensen betekend heeft al voor de nationale ploeg. Dus hij was aanvoerder tijdens de eerste finale die ze gespeeld hebben van de Afrika Cup. Tijdens de eerste kwartfinale op het WK ooit in 2002, toen ze Frankrijk uh, hebben verslagen ja. in die openingsmatch. Dan in 2019 was hij de bondscoach tijdens die tweede finale van de Afrika Cup. En dit jaar tijdens de eerste keer dat ze die gewonnen hebben. En nu is hij dus bondscoach, terwijl ze voor de tweede keer ooit naar de knock outfase gaan op een wereldkampioenschap. Engeland-Senegalisten? Ja. ja. Ook een goed hè. Daar ja. gaan we het ja. zelfs nog over hebben. Maar we nemen vandaag afscheid van Ecuador. En dat vind ik ergens wel ook jammer. Ik vind dat die een oké okay WK gespeeld hebben. Ja, onverwacht vooral. Hè. Ja? Die Enner die Valencia die leek op één been te lopen met een halve kapotte knie. <laughs> dat Hem, en altijd te scoren. Ja. Die scoort alle goals. Uh, je kreeg er wel een zwak voor. Ik vond ze tegen Nederland echt heel sterk. En daar hadden ze eigenlijk moeten winnen. Ja. Daar hadden ze het moeten afmaken. En daar hebben ze, daar hebben ze nagelaten. Het uh, was, was voor mij Valencia en uh, Preciado. En dan. De rest was voor mij totaal onbekend, dus daardoor was het wel een aangename verrassing. Nu, puur qua landen die nog competitief kunnen zijn in een verdere fase, denk ik wel dat Nederland en Senegal beter is. Ja, ik denk dat ook. Denk, als we nu Engeland en Ecuador hadden gekregen, dat dat... Uh... Nee, klopt. We hebben uh, uh, Senegal, Engeland en Nederland VS. Wie gaat er door? Uh... Ik ga weinig verrassen. Uh, Nederland en Engeland. <laughs> <laughs> ik ga voor... Uh... Senegal en Engeland. Ah nee, die speelt tegen elkaar. Senegal. <laughs> Nederland. Senegal en Nederland. Heb je daar drie minuten voor moeten nadenken? Dus. <laughs> Senegal en Nederland. Maar vergeet niet die Aliou Cissé. is een beetje een, een, een weirdo om het zo te zeggen. Die doet aan, aan heksenbezweringen ook. Hij Heeft zo nog geprobeerd Manefi te krijgen. Uh, dus ik zou niet onderschatten welke. Het is niet gelukt hè, Welke dus... extra macht hij nog over Engeland kan uitvoeren. Oké. Okay. Uh, Karel, jij gaat morgen naar Qatar. Ja. Oké. Okay. Leuk. Uh, ja, ik mag het hopen, ja. Snoepreisje. Uh, nee, voor jullie. Hè? <laughs> ik word de eerste niet-reporter op uh, verplaatsing. Nice. Reporter/supporter, hè? Ja, zoiets tussen de twee. Het is toch uh... om de Belgen te gaan steunen, hè? Ja, het is om de Belgen te gaan steunen. We hebben... Er was geen budget om drie weken lang naar Qatar <laughs> te gaan. <laughs> dus we hebben, we hebben gekozen <laughs> voor een week. Uh, en we hadden eigenlijk voorzien voor de achtste finale. Nu gelukkig hebben we er nog. Zo rap... optimistisch waren we. Kroatië Echt? kunnen bijlappen. Uh, dus ja ik ga morgen de de vlieger op en uh, bel je Kroatië zien en af en toe is bellen met u als ik daar zit hè voilà, perfect waar ga je overnachten wel dat is iets speciaal op een van die cruiseboten eigenlijk dus, de, puur om te kunnen zuipen uh, wel daar zouden we mogen drinken wordt gezegd uh, maar het was vooral dat was weet niet hoe duur om op zo'n boot te logeren en plotseling vond ik een betaalbaar kajuitje, kajuitje. dus ik denk dat ik ze zo... Ergens liggen, weet je wat de Titanic, als die zonk, de mensen die het eerst stierven? Ik denk dat ik daar ergens lig, maar dan op een cruiseboot in Qatar. Maar na die beelden kijk ik wel enorm uit. Ik ook. De beelden op de boot vooral. Kan je iets illegaals proberen doen? Uh, er is veel illegaal, hè? Ja, er is heel veel illegaal. Nee, ik denk het niet. Uh, Streken misschien? Ik heb gehoord dat die is vrijgelaten. Die, man. die is vrijgelaten. Dus, uh, het mag wel. Dat is veel gezegd. <laughs> Hebben jullie zo'n niet vlag of zo dat ik uh, kan meenemen? Over de... mm, dat moet nu ook niet. Lijkt <laughs> me wel op zich uh, interessant om te gaan hè, als je het op een goede manier doet. Ik ben wel zeer benieuwd wat ja? die bevindingen ter plaatse zijn. Het schijnt dat zo een WK in een dorp is precies. Ja. Omdat alles zo dicht op elkaar is, moet moet een unieke sfeer zijn, lijkt mij. Ja, ik ga mijn best doen. Het is, uh, het, is, het is wel low budget. Ik kan, kan een GSM meepakken. No, nogmaals, sorry. Proberen <laughs> probeer wat, wat filmpjes te maken. Ik heb ook geen accreditatie of niks. Dus um, het is niet dat ik echt bij de journalisten kan gaan staan. Maar ja, ik zal... Het wordt rol. en we moeten u wel bedanken, want jij vertrekt op de dag dat uw vriendin, vrouw, 40 jaar wordt. Ja, ja. Hoe vol is uw puntenbak dan dat je dan moogt? Kijk, uh, sommige mannen kopen een motto als ze een midlife-crisis hebben: ik ga naar Qatar. <laughs> nee, nee, het is een fantastisch lief, ze laten het allemaal toe. Is, uh, um, zelf een periferische bewering. Als je het niet naar voetbal wil gaan zien heb ik wat tips voor u opgeschreven, wat je daar kan doen. Ja, ja, ja. Ah, cool. Misschien plezant, hè? Ja, want dat is ook wel uh, om te zeggen, uh, we hebben dus wel ineens voor een week uh, geboekt en ik kan dat niet meer annuleren. Dus als we eruit liggen, de Belgen, zit je daar nog vier ja. dagen. Dus heel graag... Uh, dit... uh, er is een festival en op 1 december komen Dimitri Vegas en Like Mike naar daar. Wat? Ja. <laughs> echt, echt iets voor de kajak. <laughs> dat is voor u, Karel. Chance dat dan belgen Kroatië. Um, blijkbaar is het een watersportparadijs. Dus oh. ik weet niet of je kan kitesurfen. Dat is er blijkbaar een heel groot ding. Nee. Of anders parasailen of kajakken of wakeboarden. Dat is allemaal heel ja. groot daar. niet nee. van cafés of zo is dat er? Dat staat er niet bij. Ja. Er is wel een zoek, de Soek Wakif. Ja. En daar zijn er, er stonden vier dingen op die je zeker moest doen. Daar. Eén, je kan daar een valk vasthouden in je hand. Okay. Het uh, officiële dier van Qatar. Je kan er ook veel goud kopen, dat is blijkbaar betaalbaar. Daar. <laughs> uh, je je kan er, er, stond effectief bij de top vier dingen om daar te doen: kijken naar kamelen en paarden. Ah, ja. hey. Goh, <hij> maar wat voor een druk. Ja. Stond er echt bij. En je kan er alles leren over parels. Um, ik zie hem daar al staan met een valk op zijn schouder, goud in zijn hand en twee kamelen voor hem. <hijen> die, die foto moeten we nu wel krijgen. Dat is een foto dat ik voor ik u ga maken. Ja. De kameel, goud en een valk. Het Banane Island Resort is blijkbaar ook echt een aanrader om, uh, om te gaan bekijken. Um, ik heb daar zelfs ergens een foto van. De vraag is waar: ah, Kijk, uh, dat ziet er zo uit vanuit de lucht. Het is wel schoon, hè. Ik snap het. En um, het Nationaal Museum is ook een, uh, een hoogstandje en dat zou je ook wel moeten, moeten bezoeken. Dat heb ik al gelezen dat dat uh, ja. het enige museum is van Qatar blijkbaar. Het de Nationale Bibliotheek zou ook heel knap moeten zijn uh, blijkbaar. Um, en... ik kan daar weinig kunnen lezen denk ik. Ja. <laughs> wil, wil je nog eettips hebben ook? Eet -tips? Dat je daar zeker moet eten van de lokale keuken. Ja laat me komen. Um, Chapati met karak. Dat is een soort flatbread met een krokante korst. En daar kan je dan bepaalde dips bij doen. Um, en die in, uh, karak dat is een uh, mengeling van zwarte thee, melk, suiker, kardemom en soms saffraan en gember. Oké, okay, dat is dus wel wat, een McDonald's en ook z'n <laughs> Wat is dit voor een item in ja, het, het is even gewoon... Dit was bij de repetitie niet doorgesproken. <laughs> ik ging nog een paar tips geven. Toeristische okay. tips voor Karel. Je weet nooit wat er daar gebeurt of niet gebeurt. Nee, nee, als we uitgeschakeld zijn, zal het een soort Vlaanderen vakantieland worden. Kijk, hè? Ik, dat uh... is een. Qatar. Daar moet je gaan. Vakantiedorp. Ah, nee, we gaan dus elke dag twee minuten bellen. Allee, een paar minuten bellen, En uh, dan ga ik vertellen wat ik er heb meegemaakt. Heel tof. Uh, Moeten we het nog even over de rode Ik denk het wel. Hè? Vandaag right. persconferentie. <coughs> Eerst gingen Theat en Carrasco gaan. Dat werd dan vervangen door Hazar en Vertonge om dan later te gaan voor Hazard en Courtois. Oh my, dat had ik dat is... nog nooit meegemaakt. Mag ik zeggen dat ik dat echt verschrikkelijk verslag gegeven vond. Van mij net? Of... <laughs> nee, nee. Mijn, nee, nee. Vandaag heel de dag dat het erover ging. Dus oké, okay. ik snap dat het nieuws is dat van ah ja, Hazar en Vertongen gaan het vertellen, dat willen we weten. Maar plotseling kwam er dan zo breaking news: nee, Vertongen gaat het niet doen. Het wordt courtois. Het is echt zoeken naar. Terwijl. Ja, maar we hebben geen, uitleg, niet echt, geen echte uitleg gekregen. Oh, Praktische zeggen. reden dat Vertongen niet kwam? Ja, de ze reden ja, ja, we zijn verloren. Nee, maar ik vond het heel goed wat ze gezegd hebben. Ja, ik, ook. ik vind wel dat ze goede dingen gezegd hebben en ze nemen de verantwoordelijkheid. Ik denk dat Courtois zelf zei: van, We moeten niet theat nu sturen op het moment dat voilà. het huis in brand staat. Wij moeten nu gaan. ja, ja. dat mooi gezegd. Kijk maar was het ook niet het feit dat het om 2.30 uur dertig deze nacht werd doorgestuurd naar alle pers eh, dat de spelers veranderd waren op de persconferentie? Dat wakkerde zo het gevoel op. Oh, daar staat iets te gebeuren. Ze gaan het echt eens komen vertellen. Maar ik hoor nu dat het gewoon was omdat de perschef eerst nog naar Portugal-Uruguay was gaan kijken en daarom later terug thuis was. En daarom pas... Dat recht heeft hè? Uh, ja, voilà. Ja. Het is dat. Dus er was eigenlijk niet zoveel hoos. Het was meer van wat jij zegt, denk ik, dat de ervaren spelers hebben gezegd Zullen wij wel gaan, wij kunnen beter uitleggen wat er allemaal in de pers verschenen is? Ja. Wat toch wel echt goed is, want ja. als ze het niet doen, benoemen we heel de hele tijd, zij moesten voilà. komen. Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is dus heel goed. Ja. Voilà. Ik vind dat ze, echt, dat ze qua verslaggeving. Ja, alle kranten hebben heel veel verslaggevers, ze zijn heel veel aan het zoeken. zoeken er problemen. De, zoeken... Pakt de pers het verkeerd aan? Zoals er nu gezegd wordt dat er te veel leugens verschijnen en te veel dingen worden uitvergroot? Ja, kijk, ik vind ik vind vindt, meer... wij zeggen van de rode Duivels dat ze, dat ze er te negatief in staan, dat allemaal niet goed is, maar ja. Alles er rond is ook heel negatief, bij supporters, bij, bij pers ook. Het, is, oké, het was niet goed, hè. je moet het ook niet verbloemen, maar het is wel heel veel zoeken en negatieve dingen. Ja. En op den duur, je pakt het wel over als speler, denk ik. Dat je hmm. denkt, van wie doen we het hier nog? Maar kan dat niet net helpen? Zo'n wij ja. tegen een gemeenschappelijke vijand? Dat heb ik kort gezegd. Hè, dus de, de pers is de vijand, maar de, de pers is nooit een vijand. Hè, want nu is er echt een vijand, maar binnenkort hebben ze die terug nodig. Dus ze gaan daar nooit... Ja, en het op Echt een tegenvormen. Is. De, de vijand, hè? De, de kanalen, de mediakanalen die het meest in de picture hebben gelopen met Rode Duivelsnieuws, was eerst The Guardian, met een oud interview van Kevin. Waarin dat ze nog uitpakken met een quote die totaal off the record was gegeven. En dan gisteren was het ineens een die uitpakte met. Er eh, is vechtpartij. Vechtpartij eh, door Lukaku vermeden eh, na de wedstrijd tegen Marokko. Dus het was zelfs niet de Belgische pers dat daar zit. Die zijn eigenlijk aan het berichten over wat een ander buitenlands medium schrijft ja, ja, ja. over onze kleedkamer. Dus ik, ik vind het ook een fel overdreven hetze wat er nu gaande is over wat daar gebeurt in de kleedkamer. Als daar woorden zijn gevallen, dan lijkt mij dat maar. Niet meer als nee. normaal. Hoe, hoe boos zouden we zijn als er geen woorden zijn gevallen? Ja. Toch? Ik heb soms een beetje de indruk dat ze de België-sport al aan het maken zijn tijdens het <laughs> toernooi. Dat is toch normaal? Ja, normaal zijn dat ze een verhaal die pas veel later uitkomen en nu is er allemaal constant verhalen van het gaat al niet goed, het gaat niet goed en op den duur ja, beginnen ze zoiets te krijgen, zelfs als supporter van pff, het gaat er wel ja, echt niet goed. De speculatie ja. waarom. Terwijl ons dat toe na dat toernooi. We hebben, <laughs> En dan maken we ze kapot. De speculatie over waarom vertongen uiteindelijk is afgehaakt, daar gaat het dan over van. Uh, misschien was hij het niet eens met de boodschap die moest gebracht worden vanuit de voetbalbond. Dat maar ik denk gissen, niet dat vertongen, vertongen iemand is die dan opzij stapt. Nee, dat weten ja, dan... we niet, maar dat is puur. Gissen. Als die iets wil zeggen, dan komt... was trouwens wel ook heel streng voor een mogelijke mol binnen de groep. Ja, maar die is en wij hebben de presentator van Café de Mol. Ah, ja, <laughs> Wie was de mol? <laughs> ik weet het niet man. Jij hebt meer mensen in die ploeg dan ik. Ja, maar ja, ik ja, dat je op een onderzoeks begint. beginnen. Okay. Ik ga kunnen... een bronnen aanspreken. Goed. We kunnen met een zeef werken. Okay. Voor, voor de speler te vinden. Want het is die man van Lekip die... Het zou al... geen speler zijn, maar iemand uit de staf ja. is waar ik uit gott, wat speler, herhaald, Het is die man van Lekip die al acht jaar de ploeg volgt. En die vooral heel veel contact heeft met heel veel Franstaligen. En die ook in de league aan zijn werk. Daar geweest. ging niet het molbericht over. Ah, nee. het mol ging over andere dingen. Ah, Oei. Ja. Thierry Arie, die heeft er veel te te misschien daar. <laughs> en P3, wat doet hij dan nou eigenlijk? <laughs> maar Karel, jij vindt wel dat we positiever moeten zijn over de Rode Duivels. Je hebt ons gisteren gezegd dat we eerder dan te negatief waren. Ja, maar het was. Ik had het gewoon gehad. Ik was al slecht slechtgezind omdat we verloren waren. En dan heel een tijd negatieve dingen. Sorry. Uh, nee, nee, maar het, het, is, het is ook moeilijk. Hè, want het, was het is allemaal, raar om positief te zijn na Het de match, was niet hè? goed, maar ik vind dat we uh, uh, zo negatief. Allez, ik, kan, ik kan zeggen dat het is slecht maar dat je blijft sporten. En zo negatief zijn, dat is voor achteraf. Als ze nu uit liggen, ja, dan mogen we. Oké, okay, maar we hebben dat gedaan. Wart, die er nog altijd in de studio zit. Zet hmm. even stil, maar. hebt ja, dat ja, vandaag ja. gedaan. Ja, ja, ja klopt. Ja. Drie op zes na twee speeldagen. En dan nog verlies tegen Marokko. Auw. Maar het goeie is, we hebben alles in eigen handen. Want als we nu donderdag winnen tegen Kroatië, zijn wij door en Modric naar huis. Dus vergeet al die negativiteit. Over de spelers, over de coach. Nee. Ik denk liever terug, aan waar wij vandaan komen. Weet je nog? 2004, er niet bij. 2006, er niet bij. 2008, 10. 12. Belgium did not qualify. En toen waren er die regenachtige avonden in 2013. Schotland, Servië en die zotte match in Zagreb. Twee keer Lukaku. Binnen! En wij naar het WK in Brazilië. La, 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 la. Jullie hebben België op de wereldvoetbalkaart gezet. Sterker nog, numero uno del mundo. <laughs> ja, ik heb het over u, Grote Jan. Big Rom, Shiro mijn vriend, Kevin mijn maat, Thibault, beste kippen ter wereld, maar ook jij de bast, Toku, the next generation. Is dus nu donderdag hè? Gaan wij Kroatië pakken! Wij zijn België, allemaal samen, tous ensemble! Come on Belgium! Come on! <coughs> Kippenvel! Ja, ja, Prachtig. Ja, ja. Of de Belgen doorgaan of niet, dat weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we terug zijn na de reclame. Dennis, het is nog eens tijd voor ons All-Star-team. Ja. Neemt Jans er even door? Ja. Ik zal nog eens even overlopen wat er nu staat. In doel staat Thibaut Courtois. Dan de defensie. Dat is Sandro, Altanbakti, Laporte, Preciado. Het middenveld met Gavi en Joao Felix. De flankje, Mbappé en Saka. En vooraan Richarlison en Lewandowski. Maar je hebt nu al uw voorkeur voor de wissel... Nee, want Felix nee, is geen, mid, ik vind het geen middenvelder. Eigenlijk. Daarom dat ik. Mm, dat mag wel. Heerde. Het dat is weer een aanvaller, jouw Felix. Dus, uh, Karel Wart, ik weet, ik weet niet wie van jullie wil beginnen. Ja, die... Lewandowski heeft een penalty gemist. Ik vind het eigenlijk niet kunnen aan spits. Ja. Dan worden toch niet in het All-Star-team zijn. Had hij gescoord, had Polen zich al bijna gekwalificeerd. Dus, dus weet, moet hij eruit. eruit? Eens. Ja. En wie, Eens. Moet, wie moet erin? Maar Jullie hebben allebei één, hè? dus deze is van Karel. Deze, deze, deze is dan van Karel. Wie in de Poolse ah, nee, 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 Leerling was verward? Ah, nee nee nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee ik, ik ik wou echt Lewandowski eruit, okay. want ik heb een nieuwe spits. Oké, okay, dus Lewandowski eruit. Ja. Wie komt erin? Abu Bakar. Oh. Van mooi. Invallen mooi. en beslissend ja. zijn. Ik ben helemaal eens. En hoe? Wat voor een goal en wat voor een assist? Ja. Je werd ineens 10 centimeter groot. Ah. Ah. Je staat in mijn sportza team echt? Die komt er niet meer uit. Dat is mooi. Ja. Ja, Oké. Okay. Karel? Eh... Um. Wel, ik zou Joe Felix eruit gooien. <laughs> Oké. Okay. En uh, ik kies voor. Nee, ja. En het is um, een voorafname. Ik kies voor Leander den Donker. <laughs> oh, nee. Dat mag, dat mag. Het is niet wel dus. Maar hij gaat. Ik, ik vind dat we moeten opstellen tegen Kroatië. Het is volgens mij ook de enige optie. Om Onana te vervangen, die een klein beetje meer duelkracht op het middenveld kan brengen. Die gaan een wereldmatch spelen en die gaan als naar de volgende ronde schieten. Dus je zet hem op het middenveld? Ja. Naast de Bruinen dan of naast Tielemans? Uh, met de Bruinen en Tielemans. Ja. In een 4-3-3. Dan moeten we het daar niet over hebben, want ik denk dat we dat allemaal willen. Ja. Voilà. Ons alt-star-team wordt wel gekker. Is, met... Is de... het nu compleet of. Nog iets toe te voegen? Ja. Als we eruit liggen, donderdag mag je ik zou, Ik zou, als ik dit bord zie, de donker eruit halen voor uh, <laughs> Daniel Eddens. <laughs> Evert, wat vind jij je eigenlijk vinden in, in onze ploeg nog? Want de gasten wisselen altijd dezelfde posities en dezelfde spelers. Die Elton die staat ja. er nog altijd in. Hè? Dit één match gespeeld. Wie is het eigenlijk? Zit <laughs> die, die in drie? Ja, maar nog altijd in. Saudi-Arabië zit ook nog altijd, altijd in het toernooi, Dennis. Uh, Preciado ligt er al uit. Dat is waar. Ah, ja, maar ja. Maar Sam, uw ploeg moet pas klaar zijn tegen de finale. Hè? Dus je hebt nog ruim waar. de tijd om. Dat is wel waar. Uh, nu hoop Helmissa's ik eigenlijk worden. gewoon dat Altan die er ook in blijft staan tot het einde van het toernooi. Als die mannen kwartfinale halen, dan kan dat zomaar. Voilà. Oké. Okay. Uh, het is weer dinsdag, denk ik. Dan zijn de dagen <laughs> ja. wat kwijt. En dat wil zeggen dat Napoleon Sports ons weer de kans geeft om geld in te zamelen voor onze goede doelen: zijn de Stop, stop Darmkanker en uh, Pleegzorg Vlaanderen. Dan is, wat is de tussenstand? Oh, de tussenstand. Die, uh, <laughs> is, dit is de tussenstand. Allee. 500 euro voor uh, Sam, 400 voor Evert. Dus pleegzorg Vlaanderen krijgt voorlopig 500 euro en stichting Darmkanker 400. Maar we zijn nog maar... Tien dagen verder. Okay. Er komen nog 19 dagen. Mooi. En we hebben een nieuwe match ingevuld, normaal. Hè? We hebben een nieuwe match ingevuld, inderdaad. Zijn er verrassingen bij? Ik heb Evert zijn antwoorden nog niet gezien. Dus. Saoedi-Arabië, Mexico. Hebben jullie allebei Saoedi-Arabië? Ah, leuk. Japan, Spanje. Hebben jullie allebei Spanje? Kroatië, België. Allebei <laughs> België. Ghana, Uruguay. Sam heeft een gelijk spel en Evert heeft daar Ghana gekozen. Ja, de Uruguayanen zijn, zijn echt mijn artsvijand geworden. Dat zij ervoor gezorgd hebben dat mijn haar naar de kloten is. Dus ik kan niet anders dan voor gaan als supporter, toch? Vind jij dit echt erger dan jouw geblonteerd haar? Maar dit was het allerergste. Aller, aller ik ga je iets vertellen. Ik wou deze morgen echt in bed blijven liggen. Ik heb, ik heb tijdens het WK van, uh, in Zuid-Afrika, uh, ondanks dat ik niet voor Engeland ben, maar wel zware Wayne Rooney fan ben, heb ik echt een maand met een W en een R. In, oh, oh, hetzelfde zo in mijn kapsel. En dan had ik zelfs nog een, een, de weddenschap verloren dat ik per goal dat een Rooney zou maken een kap in de wenkbrauw. Nee. Veel fouten. Maar <laughs> the legend didn't score, thank God. Waar wow, vind ik een goede voor. Weet goalen, je nog, dat, dat, dat was dat WK dat hij zo kwaad werd in de camera tegen zijn eigen fans. Die je had toen drie keer gelijk in de eerste ronde of zoiets. Kappen in mijn wenkbrauwen dat vind ik echt Loretta Maar uh, 1994. Ja, ja. ja. Dat ik CR7 niet, in, in uw haar. <laughs> dat is beter. Maar. Dat is, is Zuid-Afrika 2010, dat valt nog mij. Ja. Als je drie golen maakt tegen Senegal, doe je dan een streep nee, in je wenkbrauw? Mijn volgende challenge is met Dennis het, de basketbalgoeroe. <laughs> Maar je bent echt boos op mij, maar ik, ik kan er niks aan doen dat ik, ik weet, win. Hè. Ik weet niet meer met u, Sam. Ik richt, ik richt mijn pijlen op een zwakker iemand. Oh, 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 oh. Als jij een hulplijn wow. nodig hebt, je weet het te vinden. Uh, morgen weer vier matchen. Om vier uur Frankrijk-Tunesië, dan Australië-Denemarken en om acht uur Polen-Argentinië en Mexico-Saudi-Arabië. Argentinië, kan als eerste topland sneuvelen? Oh nee, zeg dat niet. Zeg als ze gelijk me, spelen is het genoeg, hè? Ik hoop het niet. Nee. nee. Nou. En ik denk, ja, ik denk dat Argentinië oh. het gaat halen. Oké, okay, want jij geloofde niet in Messi voor het WK. Nee, ik heb gezegd dat Messi en Ronaldo niet de uitblinkers van het WK gaan zijn. En dat stak nog altijd achter. Want ik denk dat Argentinië ook niet top 4 is. Maar ik denk wel, ik vond Polen, en je zei, ze zijn wel wat beter het tweede match. Maar ik vind dat toch een statische ploeg. En ja. ze moeten het ook hebben van de kracht. En daar heeft Argentinië ook op middenveld. Dus niet vergeten, wij dan hebben dan daar 6-1 van gewonnen hè? van Polen. Wie? Wij? Ja. Wanneer? Pff, nog niet zo lang nog geleden. Niet zo lang geleden? Nee. In de maar dat ja, in lijkt de al heel lang geleden. Ja. Ja, maar de Nations League volg ik niet. Nee, maar laat ons hopen dat Argentinië dus en luister goed, en duivels, en... wij winnen 6-1 van Polen. Nee, we kunnen het nog. Hè. We kunnen het nog, jongens. Dat zou ik mooi vinden. Altan Bakhti en Messi, en dan kunnen die terug samen achterin in het all star team. <laughs> alle twee naar de volgende ronde. Dat zou het mooiste zijn. Oké, okay. merci iedereen om te komen. Mag Mag ik nog één ik ja? heb nog geen trui om aan te doen. Mag ik dat meenemen, dat daar ligt? Mijn uh, One Love shirt. Ja, absoluut. Zorgt er wel. Allee. Zorg er goed voor. Zit daar niet op? Met een naam. Echt? Ja. En ja, voilà. Dat 20 opent 20. alle deuren daar. <laughs> ja. Dat denk ik niet. Als je, Alszins... je kort plots een boete in je bus krijgt, dan kan het vandaag zijn. Ja. Die stuur ik wel door. <laughs> Merci iedereen, Karel. Goede vlucht morgen. En aan de kijkers en luisteraars. Geniet van de zolder van Evert en tot morgen. Bye. Yes, Karel, welkom op mijn zolder. Yes, dank u. Heb jij iets met panini stickers? natuurlijk heb ik iets met panini stickers. Ik heb de 94 volledig volgeplakt en helemaal ingevuld. Maar ik heb vandaag een ander boek voor jou. Ah, ja. Top. Frankrijk 98. Want het is een heel speciale editie. Maar jij mag ontdekken waarom dat zo is. Oké, okay, wat is er speciaal aan? Ja. Um... Je ziet, hij is al redelijk goed ingeplakt. Hij is, hij is volledig, dat klopt. Ja, dat was de Spina. Je bent er voorbij gebladerd. Ah. Ja. Iran? Iran is leeg. Waar zijn die naartoe, die stickers? Ik weet het niet. Ze zijn nooit gemaakt geweest, de stickers van Iran. Dus ze hebben het boek gemaakt in de veronderstelling dat ze alle ploegen gingen hebben, dat ze van alle landen een licentie gingen krijgen. Maar Iran heeft dat geweigerd. Eh. Ze wilden niet dat hun spelers hierin afgebeeld werden. Uh, het is wel mooi dat toen al USA Iran was. Uh. Ja. Voilà. En dat is nu. Terug de laatste groepsmatch ja. en toen ook. Um, en toen is dat de match van de vrede geworden, want al die spelers zijn zo samen op de foto gegaan. Hey, toen was er nog ietsje meer vrede dan dit jaar, denk ik. En er bestaan volle boeken. Met Iran bij? Met wel spelers van Iran. En die zijn extreem zeldzaam. Oké. Okay. Want. Na het toernooi waren er zoveel verzamelaars die zijn gaan klagen bij Panini. Die zeiden, ja maar hé, hey, wij zitten hier met een boek, met een leeg blad, dat kan niet. En dan hebben ze alleen maar in Engeland en in Italië toch de stickers van Iran uitgebracht, ver na het toernooi. Dus een Belgische verzamelaar bijvoorbeeld, die... Kan ja, dat niet hebben. Die kan dat niet hebben. Dus als je zo een vol boek vindt van het weken 98 op een rommelmarkt, okay. neem die dan direct mee naar huis. Ja. Want die zijn waanzinnig veel waard voor verzamelaars. Bebeto Roma. oh, Romano. Bebeto Romano in 98. Die waren er nog alle twee bij. Dat zijn toch de mannen van 94. Ja. En dan is het Ronaldo die ja. er uh, weer opkomt. Dan heb je wel talent. Rivaldo erachter. Terwijl Karel nog verder geniet van al deze lekkere panini-boeken, zeg ik tegen jullie: Tot morgen. Hier al, jong.